Ah nee, iedereen is een dode pier. Het is een pig in een blanket. Hoe leuk om jullie een sneak peek te geven van mijn nieuwe keuken. Sommige mensen verklaarden mij voor gek toen ik dit wilde. Hallo. Jordi doet weer een kerstontbijt nummer 2. Schattenboutje. Smout. Wil je het smoutenbollenverhaal even vertellen? Oh. In Antwerpen kun je dus puntzakjes koken met kleine oliebollen erin. En die heten smoutenbolletjes. En er zitten dan 6 of 10 of 12 kleine oliebolletjes met poedersuiker in een frietzak. Smoutjes! Smoutjes! En dat is echt super lekker. En wij zeggen dan de hele tijd, oh die kleine oliebolletjes. Maar we denken dus als Belgen dan in Amsterdam zijn, dat ze denken, ze hebben hier kei grote smoutenbolletjes. Helemaal uit kluiten gewassen XL smoutenbolletjes. Nu moeten we het zelf lachen, dat is helemaal niet grappig. Maar oh, ik heb echt zin in oliebollen nou ook. Smoutjes? Ik sluit niet uit dat ze die vandaag een keer tot ons komen. Dit is dus hoeveel ik van Jordi hou. Eens in de zoveel tijd, dan zet ik spijmuziek op en maak ik een handdoek helemaal warm. En dan smeer ik al mijn smeersels op Jordi. En dan rol ik met mijn koekoeroller zo over zijn gezicht. En dan vindt hij zo lekker. En dan doe ik dit zo. En allemaal drukpunten dingen. We gaan nu koffie drinken, maar nu is Jordi helemaal in zijn spa. Ik kom terug en hij ligt er zo bij. Als een pig in een blanket. Ik zit lekker met mijn schatjes hier in de zon. Hé, hey, Beertje. Kijk al, wat bloedje heet nu daar, hè? Een enthousiaste reactie ook. Ja, ah, nee, iedereen is een dode pier. Het is echt heel deprimerend. Twee van mijn standbeelden hier zo. No. We kijken lekker knap. French, ja. Weet niet, wat is knap? Wat is het? Dit kaartje. Dit kaartje. Het is nu zondag en ik heb gisteren even niet gefilmd. Ik had zin om even lekker een dagje met Jordi door te brengen in joggingpakken, chill. En we hebben gewandeld, heel veel gegeten nog de laatste dag. En Rummy Cup gespeeld in een café. Ik ben even aan het filmen en editen voor de laatste vlogmas video's. En ik dacht, hoe leuk om jullie een sneak peek te geven van mijn nieuwe keuken. Je hebt hem misschien, als je heel goed oplet, al een beetje voorbij zien komen. En er komt nog een hele uitgebreide before en after. Want dat ziet er echt wel spectaculair uit. Maar voor nu dacht ik, oké, ik kan het niet langer voor mezelf houden. Ik ben er namelijk zo blij mee. Ik word er elke dag zo gelukkig van. Dat ik het alvast even wil delen. Ik moet zeggen dat ik nog blijer ben dan ik had gedacht. Ik wist wel dat deze keuken echt aan vervanging toe was. Hij zit er al, zat er al 12, 13 jaar in en het was echt een budgetkeuken en dingen hingen scheef en het was gewoon niet meer mooi en niet meer fris en de koelkast werkte niet meer goed, et cetera, et cetera. Maar dat het los van, zeg maar, fris en nieuw ook zoveel voor de ruimte zou doen, had ik echt niet gedacht. En dat alles zo perfect bij elkaar zou passen. Het is gewoon nog mooier geworden dan ik had gedacht ofzo. Dus echt wel heel te gek en het maakt het hele huis meteen zoveel luxer. Echt als een soort kleine hotelsuite of zo. Mijn goal is wonen in het Hoxton, maar dan thuis. Er moeten nog een paar dingen gebeuren. Een afzuigkap, er komen nog mooie tegeltjes in een bepaalde kleur. De muren moeten nog weer gestuukt en geverfd worden. Dus dat zijn de laatste dingen en een leuk plankje voor wat styling. Maar zonder jullie verder op te houden, ga ik nu even lekker mijn ochtendkoffie maken met havermelk uiteraard. Terwijl ik jullie even meeneem in de keuken. Oké, hier even een eerste sneak preview van de nieuwe keuken. Zoals je ziet kwam hij ooit tot daar. En dit hele stuk is er dus bijgekomen. Hij is heel mooi wit. Het houdt een beetje het midden tussen mat en glanzend. Het blad is ook wit en glanst iets meer. En het heeft een marmer look, maar dan heel subtiel. Er zitten net van die hele mooie gerookte effecten in, waardoor het meer karakter heeft, maar dan niet
te druk is. Dit stukje muur moet dus nog gestuukt worden, maar ik vind het eigenlijk heel grappig werken. En hier kijken we dus naar mijn pride and joy, de gouden tand van de keuken. De gouden wasbak en de gouden koeker. Sommige mensen verklaarden mij voor gek toen ik dit wilde. Maar ik had een heel mooi plaatje van een keuken in het Stine Goya kantoor gezien. Wat helemaal met goud was van het mooie brass. En ik geloof wel dat een keuken één eyecatcher nodig heeft. Of twee. Bijvoorbeeld een opvallende koelkast of een opvallend blad of mooie tegels. Of dus zo'n gouden accent. Ik dacht goud op goud, let's do this. En het pakte echt beter uit dan ik dacht. Ook omdat het vrij mat is en de spoelbak helemaal mat is, is het best wel chic. Ja, ik vind het er gewoon persoonlijk geweldig uitzien. Het voelt een beetje als je mooiste gouden sieraden, maar dan in je keuken de hele dag. En een koeker is dus ook life changing. Ik wist gewoon niet hoe geweldig mijn leven zou worden met dit ding erin. Ik dacht eerst, hoe zou dat qua energie zitten? Maar er zijn ook veel tests naar gedaan dat een koeker dus het meest energiezuinig is. Als je het naast een gewone waterkoker en een fluitketel op het fornuis vergelijkt. Dus dat vind ik ook heel fijn en interessant. En het is gewoon ontzettend makkelijk. Ik heb hierdoor echt meer zin om te koken. Ik hou heel erg van geurkaarsen in huis. Ik vind dat meteen zo'n warm persoonlijk gevoel aan een huis geven, zeker als het een bepaalde herkenbare geur is. Ik hou heel erg van amber en vijg in geurkaarsen. Dat zijn wel mijn twee favorieten. En deze heb ik hier nu in mijn keuken staan van Rituals, die ik heel chic vond omdat hij dus zo'n gouden zegel heeft. Die ruikt ook naar amber, heel lekker. Amber is een beetje kruidig en zoet, maar niet te vrouwelijk. Dus ik vind hem wat dat betreft echt perfect. Dan heb ik deze leuke stippelvriend. Die ik vooral qua design gewoon heel leuk vond. Hij ruikt niet heel sterk. Ik vond hem gewoon heel erg mooi. Dit is een klein vaasje of potje van Jonathan Adler. Hier heb ik mijn lucifer stokjes in zitten. Hier heb ik van Rituals uit diezelfde private collectie hele lekkere geurstokjes. Zodat de geur altijd blijft. En dan een handcream en handzeep ook in die ambergeur. En die vind ik echt geweldig. En kijk hoe mooi dit bij elkaar is. Ja, ik ga dan helemaal los. Ik wil dan echt de perfecte kaars, de perfecte zeep. En die wissel ik dan ook wel de hele tijd door. Want dat vind ik heel leuk om er een beetje mee te spelen. Dit is mijn koffiecornertje. Leuke theelepeltjes van Horen zijn deze, geloof ik. Mijn favoriete thee- en koffiebekers. Ik drink altijd lattes, dus daar moet lekker veel in kunnen. En mijn geweldige, supermooie barista-machine. Waarmee ik me altijd de ultieme professional voel. Dit kannetje doet hem eigenlijk vooral. Hier in dit leuke bakje heb ik dan cupjes liggen van Nespresso. Ik ga meteen even koffie maken. Ja, dit voelt echt altijd zo leuk. Zo'n ochtendmoment. En dan lekker dit in huis maken. Oatly melkje erbij. Ook wel benieuwd wat voor melk jullie drinken. Drinken veel van jullie nog koemelk of plantaardige melk? En is het dan soja, haver of amandel? Ik ben benieuwd wat jij drinkt en waarom. Laat het me even in de comments weten. Dan maak ik even deze cappuccino over wat veel geluid maakt. Yum. Oké. Een soort super uitgebreide morning routine dit meteen. En hier hebben we het gasfornuis. Oven met een heel leuk crisp sheet handdoekje. En de koelkast. Hier moet dus nog een afzuiger komen. Maar meer hiervan in de before en after. Okay, dit is wel chill. Nu hoef ik niet meer zo mega spastisch om mijn keuken heen te bewegen. Ik heb ook wel veel zin om jullie te laten zien hoe alles bij elkaar staat. Met deze groene muur erbij. En de tafel en de plankjes. Maar dat komt dan in een grote before en after video. En ook hoeveel ruimte het optisch toevoegt. Dat is echt crazy. Ik ga denk ik even verder werken. Morgen komt er een stukje online met outfit ideeën voor de feestdagen met wat tips. Ik deelde ook al wat van deze tips op Insta Stories. En ik ga jullie ook laten zien hoe ik mijn eigen gelnagels doe. Daar was veel vraag naar. En dan neem ik ook nog een Q&A op over dit jaar en het nieuwe jaar. En dan zit het er weer op, de Vlogmas. Ik ga deze vlog van Vlogmas even afsluiten. En ik zie jullie lekker morgen weer. Heel gezellig. Dankjewel voor het kijken. Doei!